rommel nog even weg doen. Zal je de rommel nog even weg doen en dan... En kijk, wat doet Van Doorne? Hij ging gewoon binnendoor. Waar zit Van Doorne? Hier zit Van Doorne. Nee, nee, nee. Prima. Bold one, Van Doorne's gonna try and make it 3 wide, no stoppel. Don't do it, please. Ja, dan kun je nog maar een halve. Loops, loops, loops. Ik weet niet hoe dat wilt dat ik niet zit. But the final honors goes to Stoffel Van Doorne and Mercedes. Dag Stoffel Van Doorne. Goedemorgen. Alles goed? Ja, zeker. Dankjewel alleszins dat we tot hier mogen komen en hier is Monaco. Ja, inderdaad, mijn thuisbasis. Noem je dat thuis? Ja, uiteindelijk wel, want het is uiteindelijk altijd de plaats waar ik terug naartoe kom als ik, ja, als ik terugkom van wedstrijden of van andere activiteiten voor het team. Alhoewel dat ik hier in totaal, ja, tijdens het jaar niet zo heel veel tijd doorbreng. Ja, hoe lang zit jij hier nu al? Hier 4 jaar. 4 jaar? Ja. Ja. En zonder in detail te treden, maar we zitten een beetje in de rustigere buurt, als ik dat mag zeggen. Het is niet dat jij, waar de haven is, daar nee, ergens is, bent gaan wonen. Ja, het is in Fontvieille hier, ja. Dus dat is een beetje de rustige kant van Monaco. Ook heel veel andere piloten en rijders wonen hier rondom mij. Dus, wat dan een bewuste keuze is, vermoed ik. Niet een bewuste keuze. Ik vind gewoon, omdat hier is alles relaxed. Je kunt gemakkelijk lopen vanaf hier. En ja, het is wat kalmer hier. Ik vraag me af, hoe is het om 's ochtends op te staan met zicht op de Middellandse Zee? Koffietje te drinken? Ja, het is wel leuk. Vooral in de zomer natuurlijk heb ik altijd de zonsopgang hier recht voor mij. Helaas ben je er niet zoveel om ervan te profiteren. Ja, ik heb dus foto's meegebracht, hè, en ik ga die voorlopig met het Sportza-logo naar boven leggen. Ja. Je gaat die straks één voor één mogen trekken. Dan gaan we beginnen praten. Ik ga je eerst nog even vragen, hoeveel punten op 10 geef jij het jaar 2020? Het jaar of... Of jouw jaar, of het jaar. Ja, ik denk dat je daar twee antwoorden op kunt geven. Ja, dat is een heel, heel andere punten waarschijnlijk. Het jaar 2020 zelf, waarschijnlijk niet zo heel veel. Ik denk dat voor veel mensen redelijk moeilijk is geweest om door de coronaperiode eigenlijk in heel veel tijd thuis te brengen. Ik denk in het begin was dat misschien iets positiefs, was dat iets leuk. Ja. Maar ik denk... Dat nu wel lang begint aan te voelen voor vele mensen. Ja, gebuist is dat sowieso, hè, dat jaar. Ja, is denk dat het wel. Een vette buis? Is dat een 1 of een 2 op 10? Of? Ja, misschien 3. Misschien een 3. En dat van jou? Ik denk van mij was het eigenlijk heel positief. Vooral op de wijze waarop dat we het kampioenschap hebben kunnen eindigen uiteindelijk, is het voor mij wel een geslaagd jaar geweest. Met de overwinning in de laatste wedstrijd. Dus... hoeveel punten op 10 exact? Moeilijk te zeggen. Ik denk toch een 8 of zo op 10. Ik zou me daar wel bij durven aansluiten. Draai gerust een foto om de eerste die we gaan bespreken. Jij bepaalt zelf het gesprek, okay, waar dus we eerst naartoe kiezen. Gaan. Een foto van Max en mezelf in Spa 2017. Ja. Eerste vraag die ik daarbij had, hoe vaak word je nog vergeleken met deze kerel? Want dat was vroeger heel vaak, in media dan vooral. Ja, jullie kwamen allebei op. Ja. Jullie waren allebei de ene voor Nederland, de andere voor België. De mannen die naar de Formule 1 gingen en wie ging als eerste bij wijze van spreken een wedstrijd winnen, dat was een tijd lang toch wel het gespreksonderwerp. Of misschien heb jij dat niet zo aangevoeld? Dat ja, nee, ik heb dat zelf niet zo specifiek aangevoeld. Ik denk uiteindelijk hebben we alle twee volledig andere carrièreplannen of padden eigenlijk gehad tot aan de Formule 1. Ik voelde dat niet zelf eigenlijk zo specifiek aan. Heb je daar een contact mee? Eigenlijk heel veel met Max. Ja. Die woont eigenlijk net 100 meter van hier, dus we zien elkaar regelmatig. Ja, het is, ik denk dat het niet anders kan als je op dat niveau rijdt. Je bent voor of tegen, heb ik de indruk. Ook met zijn rijstijl natuurlijk. Ben jij voor of ben je tegen?
Ah, ik kom heel goed overeen met Max uiteindelijk, omdat ja, we spreken natuurlijk alle twee Nederlands. En er zijn er niet zo heel veel in ja, dit milieu die dezelfde taal kunnen spreken en die ook eigenlijk vanuit dezelfde regio min of meer komen uiteindelijk. Oké, Max is Nederlands, maar heeft wel van zijn leven eigenlijk opgegroeid in België. Klopt. Controverse ja, is één ding natuurlijk, maar daar leeft de sport ook van. Denk ik. Dus het is misschien niet slecht dat hij een controversieel, dat klinkt nu wat negatief, maar figuur is. Nee, tuurlijk. En ja, ik denk dat hij altijd vrienden en vijanden zal hebben omdat hij ja, controversieel is. Maar ik denk dat dat ook iets is wat de sport interessant maakt in het algemeen. Niet enkel Formule 1, maar ook in andere toekoer, sporten ja, uiteindelijk. Absoluut. Wordt deze jongen ooit wereldkampioen, denk jij? Hij daar regelmatig genoeg voor? Ik denk van wel, ja. Ik denk, je moet gewoon in de juiste context te plaats komen. En denk dat dat een beetje zal afwachten zijn wanneer een Lewis, een Vettel... Stoppen. Wanneer dat die plaatsen in de echte topteams beginnen vrij te komen uiteindelijk. Red Bull is zeker geen slecht team. Hè. Het is een heel goed team. En ja, ik denk dat hij nog altijd tweede of derde in het kampioenschap kan eindigen. In het constructeurskampioenschap. Maar je hebt een Ferrari nodig of je hebt een Mercedes nodig om echt voor die titel te kunnen vechten. Op dit moment zeker heb je Mercedes nodig om voor het wereldkampioenschap te kunnen vechten. Ja, ja dan als we Hamilton mogen geloven, zal dat toch nog niet voor de eerste jaren zijn. Ja. Die heeft nog goed. Dus ik denk dat dat een beetje van Lewis zelf afhangt hoe lang hij nog verder wil doen. Maar het is wel een jongen, daar zijn we het dan wel over eens, die door wat hij al gepresteerd heeft, topteams zitten daar wel, ja, die houden daar rekening mee op termijn. Met zo ja, natuurlijk. Ieder team moet altijd de toekomst voorbereiden ook. Dus Lewis is nu wat 34, 35 of zo. Ja. Max is 22 of zo. Ja. Dus Max heeft nog een heel lange carrière voor zich. Al heeft hij al zoveel jaren achter zich. Hij is heel vroeg gestart, maar hij heeft nog een heel lange carrière voor zich. En ik denk in de toekomst dat hij wel in het goede team belandt. We gaan naar een tweede foto. Welke pik je eruit? We gaan zien. Hè? De dichtste. Aha. Fietsen. Ja. Omdat er een soort levende, een soort ja, urban legend is, waarbij gezegd wordt, en ik refereer dan vooral naar Eddy Merckx, die ooit zei, ik ben ooit met Jackie X gaan fietsen, en dat was de strafste atleet die ik ben tegengekomen. Zijn Formule 1-coureurs ja, de omni-atleten onder sporters? Wat denk jij? Ik denk, je moet enorm fit zijn natuurlijk. En vele mensen onderschatten uiteindelijk of weten niet echt hoe... Of kunnen zich niet echt inbeelden hoe dat aanvoelt om in zo'n auto te zitten. En uiteindelijk moeten we wel goed zijn in alle aspecten uiteindelijk. Dus op de fiets, in de fitness, met gewichten en zo. Maar het moeilijke daarbij is ook dat we altijd zo licht mogelijk moeten blijven. Dus het is ja, eigenlijk heel specifieke oefeningen dat we altijd moeten doen. Zit jij, of ben jij dagelijks met sport bezig? Sowieso iets? Ja dagelijks. Oké, ik heb natuurlijk wel dagen ook waar ik niets doe. En je moet kunnen recupereren op een bepaalde manier ook. Maar het gaat dan van core stability tot fitness, tot even gaan lopen, de fiets. Ja, het is van alles. Ja, eigenlijk dagelijks bijna 1 of 2 sessies per dag dat ik meestal doe. En zijn daar dan vanuit het team, want dat weet ik nu niet precies, zijn daar ook mensen die trainingsschema's opstellen? En... Ja, dus ik heb zelf mijn eigen trainer uiteindelijk. Voor corona deden we nog relatief veel sessies samen. Maar dat is nu een beetje veranderd, omdat wij woonden ook in Engeland. Maakt deel uit van Mercedes nu. En we hebben niet echt veel de opportuniteit gehad om elkaar persoonlijk te zien dit jaar ook. Dus veel van de trainingen doe ik nu via Zoom eigenlijk. Ja. In zo gaat dat, hè, tegenwoordig. Ja. Valt dat een beetje mee? Dat valt heel goed mee. En uiteindelijk vind ik het zelf leuk, omdat zelf al weet ik wat ik zelf moet doen in de fitness. Ik vind het nog altijd leuk dat er iemand mij toch wat begeleidt in welke oefeningen dat ik moet doen. En toch wat instructies geeft uiteindelijk. Hoe graag fiets je? Heel graag. Al moet ik zeggen dat ik de laatste tijd niet veel gefietst heb, want ik ben al nooit thuis geweest. Dus hij staat hier stof te vergaren. Dus maar ik denk deze winter, als ik wat meer tijd thuis heb,
Dat ik zeker terug op de fiets spring. En ga je dan op pad met coureurs of met vrienden? Of hoe zit dat dan precies? Soms wel. Heel veel met sommige van de andere rijders. We hebben zo eigenlijk een WhatsApp-groepje waar dat er relatief veel mensen van hier in zitten. Pro-cyclists. Dus een soort Monaco sportmensengroep. Coffee spin noemt de groep. Okay. En iedereen post er dan van, morgen vertrek om 9:00 daar. Ja, af en toe. Ja. Het is nu al even lang geleden of zo. Maar meestal vertrekken we rond 9:00 vanaf de brug. En wie zit er allemaal in het groepje? Heel veel mensen van... Er komt een helikopter toe. Ja, dat gebeurt ook in Monaco af en toe natuurlijk. Ook, van Coulthard. Vele mensen. Eddie Irvine, dat is de oudere generatie. Ja. Alex Wurz, dus die zit daar ook allemaal super in. Super interessant wel. Dan heb je de jongere generatie, waar Richie Porte, Michael Matthews. Thor Hushovd. Ja. ook, Gilbert. Philippe, weet ik niet als die erin zit eigenlijk. Misschien wel, maar er zitten veel mensen in. Heb je een favoriete col die je hier in de buurt graag oprijdt? Favoriete col? Niet specifiek. Ik bedoel, op die foto's is Col de Madon, wat dan natuurlijk een... Toch eerst even die heli moeten laten vertrekken, vrees ik. Hij is wel weg, hij is opgestegen al. Ik vermoed dat de mensen zijn die van Nice... De vlucht nemen, je hebt hier wel wat heliports. Op en neer, ja. Dat is altijd een spektakel. Als je in Nice landt, dan zie je de kleine privéjets nog staan. Goed, we waren gebleven bij de favoriete col. Favoriete col. Ik weet niet specifiek welke. Er zijn heel veel mooie routes hier rond Monaco uiteindelijk. En Madon is natuurlijk een van de bekende. Waar Lance Armstrong denk ik zichzelf eigenlijk testen in de tijden. Absoluut. Ik denk dat er een trackfiets ook naar de Madon genoemd is. Een track Madon, ja. Dus jij test jezelf daar ook af en toe eens? Maar niet specifiek op deze, maar het is altijd wel een leuke call om wat relaxed te doen. Ja. Oké, goed. Volgende foto. Volgende. Heel lang geleden. Een jongen. Wanneer was dat? 2010 of zo? Eerste vraag die ik daarbij heb. Hoe komt een jong kereltje uit West-Vlaanderen uit bij de sport, autosport? Niet bij voetbal, niet bij koers. Vraag is jou waarschijnlijk al een paar keer gesteld. Ja, zeker. En ik ben eigenlijk heel, heel vroeg begonnen met karting uiteindelijk. Via mijn vader, die architect is en die de indoor karting in Kortrijk heeft ingericht. En met andere woorden, als men hem daar niet vraagt als opdrachtnemer om de karting in te richten, gaat het leven een andere kant uit. Misschien, ja. Dat is heel, heel moeilijk te zeggen. Had jij er dan al iets mee, met autosport? Niet specifiek, nee. Mijn familie was niet echt in de autosport. Mijn neef die reed af en toe wel een beetje in... Met karting rond, maar er was niet een echte familieconnectie met autosport. Dus een beetje toevallig uiteindelijk. En dan heeft een baas van de karting in Kortrijk mij in een hokar geduwd. En zo is eigenlijk alles wat begonnen in het begin. Want je zal zeggen, dat is een vaak gehoorde reden natuurlijk. Elke Vlaming kiest wel om op de fiets te kruipen of om te gaan voetballen of hij gaat tennissen. Ja, ik heb het allemaal geprobeerd. Je hebt het wel gedaan. Ik heb van alles geprobeerd. Voetbal, tennis, judo, karate. Bijna iedere sport dat je kunt bedenken. Maar er was niets dat mij diezelfde passie gaf als karting. Als karting en dan zelf. Autosport, ja. Ja. Dus dan was het vrij snel, vrij duidelijk. Dit wordt mijn weg. Ja, toch wel. Ik weet niet hoe oud je op deze foto precies bent. Is dat 17 waarschijnlijk. 17 ongeveer. Ja. Hoe anders zag het leven van pakweg de 14, 15-jarige Stoffel van Doorden eruit dan leeftijdsgenoten? Want jij reed waarschijnlijk al internationaal op dat ogenblik. Ik reed internationaal karting op dat moment. Ja, dat was misschien rond de 15, 16. Maar er waren heel veel, weken of waar ik moest vragen aan de school om een uitzondering te krijgen om een paar dagen school te missen.
Dat was... Want op dat moment weet niemand of jij iets gaat maken, natuurlijk, bij wijze van spreken. Dat is waar. En dat was niet altijd gemakkelijk. Ze waren niet altijd super, super positief. Maar langs de andere kant heb ik altijd gemaakt dat ik mijn examens en huiswerken en zo, dat ik die op tijd kon inhalen. Of achteraf, dat ik ze kon inhalen uiteindelijk. Ja, want ik heb... Dat is nu puur toeval, maar ik heb een neefje die ook karting internationaal. En ja, die zitten zoveel weken per jaar in Spanje, in Italië. Ja, dat is met 4-5 dagen per week, als het dan race is. Ja, nee, het is... karting is bijna een langere week soms dan in de autosport. Want ja, meestal vertrek je al op de dinsdag waarschijnlijk of zo. Ja, en dan beginnen ze al te testen op woensdag en donderdag. Dus... Vraagt wel opofferingen. Ja, inderdaad. Maar jij weet op dat ogenblik al van bon, ja, dit is gewoon mijn groot doel, mijn grote passie en ik ga erachteraan. Ah, ik weet niet of ik op dat moment al exact wist van oké, dit zal er mogelijk zijn. Ik heb eigenlijk nooit het gedachte gehad als ik zo jong was dat het mogelijk ging zijn om Formule 1 te kunnen gaan rijden of zo. Of zelf autosporten. Want uiteindelijk wist ik dat we niet van de familie de middelen hadden of zo om dat te kunnen doen. En... Maar toch zeg je op dat moment, oké, goed, voor mij die andere sporten tot daaraan toe, je had er geen passie voor, maar ik ga ook schooldagen opofferen, ik moet dat dan inhalen, vaak 's avonds laat of ergens tussen de soep en de patatten. Ja, dat zorgde voor een veel drukker leven. Ja, je had het dan er toch allemaal voor over. Ja, ik had er zeker allemaal voor over. En voor mij was dat op dat moment was het belangrijkste om karting te doen en om competitief te kunnen zijn, om wedstrijden te kunnen winnen en zo. Maar ik moest wel maken dat ik ernaast ook alles in orde deed voor school. Ja, je bent van 1992. Ja. Dus begin jaren 2000 en iets daarna begin jij vaak Formule 1 te kijken. Wie was jouw idool? Had je idolen? Ik had niet specifiek één iemand als idool, maar ik herinner me wel de toen dat ik begon te kijken naar de Formule 1, de auto's van Mika Hakkinen, David Coulthard bij McLaren. De Silver Arrows, dat waren zo mijn favoriete auto's. Ja, dat begrijp ik. Ja, die domineerden het toen ook wel natuurlijk. Ja, die waren alles aan het domineren. Ik denk dat zelfs dan Kimi ook op een bepaald moment bij hun reed. Dus dat was een beetje de periode waar ik meer en meer geïnteresseerd was om naar de Formule 1 te kijken. Maar niet in de zin van, er hingen posters van de Silver Arrows op mijn kamer. Nee, eigenlijk nooit. Nee. Ja, nee, maar dat is bij de meeste mensen wel zo. Heb je die ooit ontmoet, Mika Hakkinen? Vermoedelijk wel. Ja, Mika, die woont hier ook niet zo ver van. Uiteraard. Maar ik heb ook, mij, omdat... Toen ik bij McLaren reed, uiteindelijk was Mika nog altijd... een soort adviseur. Ja, niet echt adviseur, maar hij maakte wel deel uit van enkele marketingdagen en zo. En deden we wel wat dingen te samen. Ja. Goed, we gaan naar foto nummer 4. Ja. Ja, dat is wel niet lang geleden. Een paar weken. Pas voorgesteld, hè. De nieuwe Formule E, bolide voor volgend jaar. Hoe goed is hij? Weet je dat al? Of zij? Excuseer. Ik heb er nog geen naam aan gegeven en dat doe ik meestal niet. Maar, weet je dat nu al, hoe goed die is? Nee, het is heel moeilijk te zeggen. Al is de feeling heel positief. Je hebt er al kilometers mee gemaakt? We hebben al relatief veel testwerk mee gedaan, ja. Eigenlijk vorige week onze laatste test gedaan en binnen een paar dagen de officiële testen. Maar... En voor mensen, en natuurlijk er komen zoveel aspecten bij die setup kijken, dat weet ik ook wel, maar voor mensen is dat een vrij abstract gegeven. Hoe anders voelt die dan aan dan de vorige bijvoorbeeld? Wat doet deze beter of anders dan de andere? Het is niet zo heel anders, want uiteindelijk is het chassis, het bodywork en zo, dat blijft allemaal hetzelfde ten opzichte van het vorige seizoen, omdat dat... Ja, eigenlijk is dat hetzelfde voor iedereen. Het grote verschil is hetgeen wat er langs achter gebeurt, eigenlijk onze motor, onze elektrische powertrain, die volledig nieuw ontwikkeld is door Mercedes uiteindelijk. Dus daar zijn verbeteringen aangebracht in gewicht, efficiëntie en alle dingen die we geleerd hebben vorig jaar uiteindelijk van software, daar zijn allemaal updates aan gebeurd. Dus alles is een stapje vooruit, maar de reglementering blijft hetzelfde. Ja. Dus het zijn allemaal kleine stapjes die je,
die uiteindelijk een groot verschil kunnen maken. Daar zit het altijd in topsport, hè? In de details. In de details, ja. In welke mate word jij er van A tot Z bij betrokken in de ontwikkeling van zo'n nieuwe wagen? Bellen ze jou daar dan constant over? Moet jij constant feedback geven? Toch veel, want alle testen die we doen, is het belangrijk dat ik de goede feedback geef aan hun natuurlijk. Maar er zijn er andere dingen, zoals de efficiëntie van de powertrain. Dat is puur Mercedes R&D doet en op de testbank gebeurt. Kan je nu al zeggen dat deze wagen klaar is om een kampioenschap te winnen? Ik zou het willen zeggen dat hij klaar is om een kampioenschap te winnen. Ja, hopelijk wel, maar het is nog een beetje te vroeg om dat te zeggen. De marges zijn zodanig miniem tussen alle teams in de Formule E. Het hangt niet altijd af, 100% van hoe goed de wagen is. Het hangt vooral af van ieder weekend alles te optimaliseren uiteindelijk. En als we dat kunnen doen tijdens het seizoen, dan, ik heb altijd de dan indruk, staan we er wel goed voor. En ik denk dat buitenstaanders dat ook wel zullen beamen, zo'n Formule 1 wedstrijd tot een goed einde brengen, dat is een soort puzzelstuk van 1000 stukjes. En alleen als je daar al jaren op zit te studeren, weet je hoe de puzzel moet gelegd worden. En als buitenstaander denk je, welk puzzelstukje moet nu waarkomen? Ja, het is waar. Er komen zodanig veel dingen bij kijken. Uiteindelijk alle voorbereiding vooraf in de simulator die we doen. Meestal voor iedere wedstrijd doen we 2 à 3 dagen in de simulator. Dan heb je... De condities die je zelf niet onder controle hebt uiteindelijk, die constant tuurlijk moeten gemanaged worden. Tuurlijk, weer, circuit, noem maar op, de tegenstand. Hoe warm wordt het, hoe worden de banden gebruikt uiteindelijk. Er zijn zodanig veel variabelen uiteindelijk die vooraf eigenlijk ongeweten zijn en die moeten gemanaged worden op het moment zelf. En wie dat er op dat moment zelf er het beste kan van maken uiteindelijk, die wint meestal. Ik pik daar even op in. Je zei 2-3 dagen voor elke wedstrijd, meestal simulator. Dat is dan, tenzij je ergens in het buitenland bent, dan zit jij soms hier gewoon, want hij staat hier binnen. Nee, niet thuis. Nee, dat is dat is bij je team. Ja. Dat is speelgoed. Dat is speelgoed. dat is nog maar speelgoed. Ja. In welke mate zie jij Mercedes ook die Formule E domineren, zoals ze dat in Formule 1 doen, binnen afzienbare tijd? Ik denk dat dat nooit lukt om Formule E te domineren zoals dat ze nu doen in de Formule 1. En dat heeft te maken met? De reglementering. Die veel, moet ik zeggen, minder rond budget draait? Of hoe moet ik dat dan zien? Nee, omdat alles is... Er zijn veel meer dingen die spec of standaard zijn in de Formule E. Dus al de bodywork, dus de aerodynamica, de het is zoals de NASCAR, chassis, als ik chassis, bij wijze van spreken. Het zijn allemaal dezelfde auto's, min of meer. Buiten het powertrain gedeelte op... Dat mag je als team zelf ontwikkelen. Dat mag als team ontwikkeld worden, maar die marges tussen de teams zijn uiteindelijk zeer miniem. Want je hebt nu Mercedes, BMW, Audi... Porsche, dat zijn vind je allemaal... dat interessanter? Als het dan minder aankomt om wie heeft hier het meeste geld, maar gewoon hoe kunnen we dat hier aanpakken en onze eigen stempel drukken? Het voelt aan dat het meer rond de details draait uiteindelijk. Er wordt enorm gefocust en om alle kleine details correct te krijgen uiteindelijk. Dus ik denk niet dat een team die bijvoorbeeld 10 miljoen meer heeft dan een ander team... Dat die per se meer ik denk niet doen. Dat die per se meer gaan winnen of zo, of iets beter kunnen doen. Zie jij op termijn een samensmelting mogelijk, Formule 1, Formule E? Maar dat zal nog even duren. En dan spreken wij over 10 jaar? Meer, ik denk 20, 30 jaar of zo. Omdat deze technologie ook nog niet... De technologie is nog niet 100% optimaal, maar die evolueert nu wel enorm snel natuurlijk. Maar ik denk dat het nog even duurt om de twee uiteindelijk te combineren met elkaar. Wat zou de reden zijn dat ze samen zouden gaan? Ik denk dat er op het moment eigenlijk plaats is voor beide. Het zijn twee heel aparte series uiteindelijk. Dus Formule E is een elektrische series. Heel innovatief. Brengt constant nu nieuwe dingen eigenlijk op de markt. En dit platform wordt ook gebruikt door de constructeurs om de auto's te evolueren van de toekomst uiteindelijk. Want zoals je wel weet, waarschijnlijk alles begint nu meer elektrisch te worden uiteindelijk.
En langs de andere kant heb je de Formule 1, wat dan nog altijd de, ja, uiteindelijk de puur snelste auto's blijven. Nog even terug naar dat testwerk. Doe je dat graag? Testwerk? Of is dat een beetje de simulator bureau... of op echt? De simulator, ja. Is dat een beetje de bureaujob van de... Dat is een beetje de bureaujob van onze job. Het hoort erbij. Het hoort erbij. Het is niet altijd het leukste. Ja, want uiteindelijk zijn het enorm lange dagen. Uiteindelijk, ja. Je zit van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds zitten binnen eigenlijk. In een donkere ruimte. Geen raam of niks. In een donkere ruimte en ja, soms kunnen dat eigenlijk heel, heel lange dagen zijn. Ja, en dan krijg je voortdurend instructies. Kan je dit eens doen? Kan je daar eens later remmen? Meestal een volledig testprogramma die voor een dag wordt voorgesteld. En ja, dan moeten we daardoor gaan eigenlijk tijdens een dag. En daarvoor moet je naar Engeland dan? Daar is de... Voor Formule 1 is het in Engeland. Ah, ja. Formule I is in Duitsland. In Duitsland. Oh ja, dat is juist. Ja, want je moet deze namiddag nog naar daar. Enig idee hoeveel dagen je daarin draait? In de testbank? Ja, toch 50 dagen op een jaar of zo. Minimum. Ja, zeker. Het zal nodig zijn. Tussen Formule 1 en Formule I, zeker, ja, zeker 50 dagen. Het zal nodig zijn. Ja. Draai nog een foto om, Stoffel. Volgende. Was dat vorig weekend? Weet ik niet precies. Daar gaat het ook niet precies over. Ik denk dat het eerder om de figuren draait. Ja. Hoe belangrijk is Toto Wolff voor jou geweest? Ja, toch heel belangrijk uiteindelijk. Niet enkel voor Formule I, maar ook eigenlijk voordat ik in de Formule 1 geraakte. Ja? Had je toen ook al een intens contact? Ik had een heel goed contact met Toto. Hij was ook een van de eerste die, die zei publiekelijk van... dat was de periode rond 2016 of zo, toen dat... Ja, nog niet zeker nee, was dat nee, ik voor mij ging rijden. Ja. Als McLaren mij de kans niet gaf, dat hij mij de kans ging geven om Formule 1 te kunnen rijden. Dus. Dan krijg je een soort van waardeoordeel opgeplakt, dat een soort A-label van deze jongen. Ja, ja dus hij is altijd een grote supporter van mij geweest ook. En ik had in de vroegere jaren al relatief veel contact met hem. Ja. En hij heeft, mag ik dat zo zeggen, hij heeft jou na het Formule 1-avontuur toch opnieuw in een gunstige positie gebracht? Ja, hij heeft mij toch terug de kans gegeven om bij Mercedes te kunnen rijden uiteindelijk. Uiteindelijk waren we al in contact, zelf van voordat ik wegging bij McLaren. Hij wilde... Mercedes was bezig toen om hun Formule I-programma op te zetten. Hij vroeg mij toen al als ik eventueel geïnteresseerd was om deel uit te maken van om een heel nieuw team te... Ja, maar jij wou natuurlijk graag eerst die kans voor Formule 1 grijpen. Dat was 2018, toen dat was. Ja. Ja, maar natuurlijk, dan was de lokroep van Formule 1 daar. Daar kon je niet aan weer staan, natuurlijk. In welke mate, je had nu zelf aan van de reserverijder, in welke mate heb jij het gevoel dat jij de eerste man na de twee bent? Hoe bedoel je? Ja, ik bedoel, stel, ik las ergens een column, denk ik, van een van onze autosportjournalisten, onze, in Vlaanderen dan. Die zei van, ja goed, kijk, als morgen Lewis Hamilton of Valtteri Bottas uitvallen, dan gaat Toto Wolff vermoedelijk even aanbellen bij Williams en gaat die vragen, kan ik Russell even lenen? Dus het is niet omdat je reserverijder bent, dat je de eerste man in de pickorde bent. Dat is wat ik las, voor alle duidelijkheid. Dus ik vraag dan, in welk gevoel heb je, welk gevoel is daar bijna over? Natuurlijk, contracten zijn contracten. En zoals we weten in de Formule 1, dat wil niet altijd iets zeggen uiteindelijk. Maar oké, ik heb een contract met Mercedes waar ik hun reserverijder ben. En dan uiteindelijk is het aan hun om te beslissen wat ze doen. Maar ik ben redelijk positief als er iets gebeurt dat ik in de auto zit bij hen. Ja, zit de sportman in Stoffel van Doorne daar dan op te wachten? Niet specifiek, nee. Want als er iets gebeurt, dan is het meestal niet,
niets positief. Dus dat is niets wat de sportwereld in het algemeen wil. Oké, misschien in deze dagen gebeurt het misschien door corona of zo. Ja. Maar het is niet iets specifiek waar ik op wacht of op hoop, want uiteindelijk heb ik het niet zelf onder controle. Ja. Dus, je focust liever op wat je in de hand hebt. Ik spendeer er liever geen tijd of energie aan. Ja. Ja, energie aan om daaraan te denken dan. Omdat het vaak dan ook alleen maar frustraties oplevert als je er niet op te focussen. Inderdaad. Ja. Is dat een droom die nog levend is? De Formule 1-droom? Of zit ergens ver weg in een kastje? Moeilijk te zeggen, ja. Het is ook zoiets waar ik me niet specifiek op focus van oké, ik moet terug Formule 1 kunnen rijden. Ik ben me heel erg bewust van de kans die ik nu heb bij Mercedes in het Formule 1-team. En die wil ik ook vooral maximaliseren nu. Ja, ja, uiteraard, dat begrijp ik zeker. Nog even over die Formule 1. Stel dat het dan niet meer zou terugkomen. Ja. Is dat dan prima voor jou? Is het dan oké? Ja, er zal nog altijd wel een beetje een gevoel blijven van, nou, wat als ik in een meer competitieve auto zat of zo, dan denk ik dat ik zeker andere dingen had kunnen tonen. Maar okay, dat was waarschijnlijk natuurlijk het droompje, de droom zeg maar, die je had als 14, 15, 16-jarige, de Formule 1 ooit. Je bent er dan wel geweest en dan is die droom dan helemaal ingevuld? Niet specifiek, want tot Formule 1 geraken is iets heel uniek. En dat gebeurt bij niet veel jonge rijders uiteindelijk om daar te geraken, zonder zelf geld mee te brengen ook uiteindelijk. Dus het is al een heel unieke kans die ik gehad heb om bij een team zoals McLaren te kunnen rijden. Wat uiteindelijk een van de topteams is. Maar toen ik reed, was natuurlijk niet de goede timing en was het waarschijnlijk de twee moeilijkste jaren bij hun. Dus dat is iets wat ik jammer genoeg zelf niet meer kan veranderen. Het team zat een beetje in de crisis op dat moment. Ze hadden veranderd van Honda naar Renault. Heel veel geld verloren daardoor. De resultaten waren uiteindelijk niet beter. En bij het management op dat moment was er ook niet echt een richting uiteindelijk. Dus het is een beetje een samenloping van omstandigheden en er moest gewoon een hele grote verandering gebeuren binnen het team. Hoe snel voel jij dan op dat moment, het gaat hier de verkeerde kant uit en dit gaat repercussies hebben op mijn carrière? Dat weet je relatief snel uiteindelijk. Want, je weet dat je de opgelopen achterstand ook niet meer gaat inhalen. Dat weet je vrij snel. Dat realiseer je wel relatief snel uiteindelijk, ja. Hoe frustrerend is dat? Want je mag het ook niet aan de buitenwereld laten zien. Ik weet dat allemaal wel. Het is allemaal politiek enzovoort. Maar ergens moet er een gevoel zijn van binnen. Ja, ik bedoel, soms voelt het een beetje hopeloos, omdat je veel dingen niet onder controle hebt uiteindelijk. En je weet, als je het seizoen start met een slechte auto, dan is het heel, heel moeilijk om die in achterstand eigenlijk in te halen. Ja. We gaan nog een foto omdraaien. Ja. In mijn simulator hier. Dat is ook de simulator waar je een aantal virtual GP's hebt afgewerkt. Hè? Je hebt dat daar goed gedaan. Ik denk dat Formule E-kampioenschap dat we gedaan hebben, was 8 weken of zo. Ja, de laatste. Dat was fun in het begin om twee wedstrijden te doen met al de andere Formule E-rijders, maar op het einde was het ook van, ik wil gewoon terug in een echte auto. Het was zoals in het wielrennen, hè, dat die ronde van Frankrijk die ze nog hebben proberen te rijden, dat was ook echt het meest aantrekkelijke. Je hebt de eerste GP's afgewerkt in Miami, hè? Ja, ik zat in Miami. Want daar zat je dan en dan moest je dat daar plots in elkaar gaan steken? Of ja, dus ik had daar ook een simulator. Natuurlijk hier een beetje een betere via Mercedes kunnen hebben uiteindelijk. Ja, het zegt ook iets over de wereldburger die jij bent. Wat hebben al die landen en plaatsen jou al bijgebracht als mens? Die reis rond de wereld? Ik denk dat het uiteindelijk heel positief is geweest op mijn leven in het algemeen uiteindelijk. Omdat sinds jongs af aan ben ik altijd rond de wereld een beetje gevlogen uiteindelijk. Meestal ook alleen uiteindelijk. Dus dan leert je veel dingen en dan word je
word je misschien wat vroeger zelfstandiger dan, dan andere jongeren. Ja, talen vermoed ik ook. Talen ook, helpt erbij natuurlijk. Connecties, internationaal. Ja, ja, dat heeft jou dus al wat bijgebracht, hè? Ja. Ja. Je hebt dat kampioenschap gewonnen. Betekent dat ook iets, denk je? Of zeg je, nee, dit is spielerij, daar wordt niet echt rekening mee gehouden? Ik denk niet dat er veel mensen zich nu nog herinneren van de Virtual Race at Home Challenge. Maar ik denk binnen een paar jaar, als op die periode wordt teruggekeken, dan zal het toch een leuke herinnering zijn uiteindelijk. Bracht het ook iets teweeg bij jou, qua gevoel dan, zo'n Virtual GP winnen? Nee, het was niet hetzelfde gevoel om zo'n wedstrijd te winnen dan een echte wedstrijd. Oké. Okay. Goed, we hebben nog een paar foto's te gaan. Dat is ook al lang geleden. Dat is hier. Ik moet zeggen, ik tast een beetje in het duister. Is deze foto nog actueel? Hoe bedoelt je? Ja, is dit nog steeds de vrouw van je leven? Ik weet dat niet. Wij zijn niet meer samen. Hè? Ja, oké. Okay, voilà, dus dat wist ik niet. Ik heb geprobeerd om even te checken, om wat dingen op te zoeken. Maar je zegt nu net zelf, ik reis de wereld rond, ben in alle landen. Hoe kan je een relatie dan onderhouden? Het is zeker niet gemakkelijk. En je moet sowieso een compromis vinden. Of het compromis moet van de beide kanten komen natuurlijk. En vooral als je wat jonger bent uiteindelijk en het leven nog voor u hebt en zelf wat moet ontdekken welke richting dat je uitgaat, is niet altijd gemakkelijk om die twee te combineren uiteindelijk. Want ik denk in het begin, voor velen is het altijd wat leuk dat er wordt rondgerezen en oké, naar verschillende plaatsen gaan, maar ik denk op een duur dat ook begint moeilijk te komen uiteindelijk, dat je constant onder baan bent en eigenlijk nooit wat... Ja, want waar ben je dan thuis? Waar zijn jullie twee dan thuis? Een beetje overal uiteindelijk. Dus ik denk dat het nooit een gemakkelijke situatie is om constant onder baan te zijn en nooit echt wat tijd relaxed te hebben. Ja, want zij kenden natuurlijk wel het racewereldje. Ja. Maar goed, het kennen volstaat dan niet om er ook vrede mee te nemen dat er bij wijze van spreken. Nee, tuurlijk. Ik bedoel, ze is al gaan daar even opgegroeid met motorsport via haar vader uiteindelijk. Dus zeker niet gemakkelijk. Ja. Ben je nu eenzaam? Niet specifiek, nee. Denk, in het begin is het natuurlijk altijd lastig omdat je zoveel tijd met elkaar doorbrengt. Maar ik denk dat langs de andere kant zijn er ook veel positieve dingen dat je er kunt van wegnemen. Ik denk, met relaties met andere mensen, veel nieuwe mensen leren kennen uiteindelijk. En wat meer tijd met vrienden doorbrengen. Heb je er Portugees aan overgehouden of spraken jullie nooit Portugees? Nee. Portugese keuze. Sprak zij nog Portugees trouwens? Ja, dat wel. Ja. Ben je ooit in Brazilië geweest? Ik ben in Brazilië geweest, ja. 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 Dus, okay. Maar voor de Grand Prix natuurlijk ook. En dan heb je bij de familie. Ja. Hebben jullie nog een goed contact of is het nu gewoon even verbroken? Nee, we hebben nog een heel goed contact uiteindelijk. Ik heb haar onlangs zelf teruggezien in Londen. Dat is het goede ervan, dat we nog altijd goede vrienden gebleven zijn. Ja, deze foto is toch in Monaco genomen, hè? Of in de buurt was hier 20 minuten hiervan. In de buurt hier. Ja. Brengt mij ook bij de volgende vraag. Blijft dit jou thuis tot zolang jij autocoureur bent? Voorlopig wel, ja. Ja. Ja, omdat het gewoon hier goed te toeven is. Ja, het weer is altijd perfect hier. Wat ik zei, heel veel andere rijders wonen hier ook uiteindelijk. Kan je hier een leven opbouwen? Ik, uit de dingen die je nu al gezegd hebt, denk ik dan van wel. Ja, maar het zou niet voor mij zijn om hier constant iedere dag te zijn. Mis je Runbeke nog? Omdat mijn familie daar natuurlijk woont nog. Nu tijdens de coronaperiode heb ik niet veel opportuniteiten gehad om terug te gaan naar daar. Ik denk dat de volgende keer dat ik kan gaan, is tijdens de kerstperiode. Ja, kan je het leven hier enigszins vergelijken met hoe het was in Runbeke? Of is het dag en nacht verschil? Helemaal anders. Ja, het is veel meer internationaler hier. Ja. Heb je nog contact met de vrienden van vroeger?
Lukt dat nog? Af en toe, ja. Niet zo heel veel meer, want iedereen is een beetje zijn eigen weg uitgegaan uiteindelijk. Maar ja, als ik terugkeer naar België, dan probeer ik wel een paar mensen te zien uiteindelijk. Ja, dat wou ik net vragen. Is dat belangrijk voor jou om dat te onderhouden nog? Of is dat nu eerder gewoon een soort nostalgische reflex die ik heb? En zeg, ja goed, jouw bon, vrienden zijn er en je gaat er wel nieuwe maken. En sommigen gaan weer weg en anderen komen er weer bij. Ik denk dat het belangrijk is om die goede contacten te kunnen onderhouden natuurlijk. Zelf al is het niet gemakkelijk als je constant onderbaan zit en ja, met volledig andere dingen bezig bent. Maar ja, uiteindelijk in mijn leven heb ik ook al veel andere mensen ontmoet via autosport, via ja, het rondreizen en zo. Hier hebben we ook een hele close vriendengroep. Dus. Enig idee hoeveel vluchten je dit jaar in coronatijden toch nog hebt moeten nemen? Nee, ik heb normaal zo'n applicatie waar ik... voor de miles? Waar ik alles... een flight diary, waar ik alles op bijhoud. Maar ik heb het nu al een paar maanden niet ingevuld. Dus ik heb redelijk wat achterstand. Ja, dat ga je dan eens moeten doen. Maar denk normaal gezien... ja, rond de 120, 150 vluchten per jaar. Klinkt bijna als een president of als een soort pauze of... Sloopt het je? Sloopt dat? Op het einde van het jaar toch wel, ja. Je voelt dat het reizen toch wel energie wegneemt uiteindelijk. En zelfs al zijn korte vluchten soms, blijft nog altijd onderbaans in uiteindelijk. Ja, tuurlijk. En je zit met de druk van dat op het lichaam minder, meer uursverschillen, denk ik ook. Ja, de uursverschillen. Alhoewel dat dit jaar nog relatief meeviel met de verre wedstrijden. Dus hebben we niet zoveel last gehad van jetlag. Maar meestal dat maakt het moeilijk. Hoe lang hou je dat vol? Nu goed, ja, Lewis Hamilton houdt het ook nog altijd vol. Dus, Ja, ik denk als je gezond leeft en fit blijft en denk vooral zolang dat de motivatie er is, dan kun je blijven verder. Ja, maar die is er wel nog. Hè. Dat is totaal geen probleem, denk ik. Ja, nog een foto. Volgende. Aha. Berlijn. Jazeker. Hoe intens was dat moment? Denk ik wel. Eerste overwinning in Formule E, hè? Ja, moet mijn highlight zijn van het jaar natuurlijk. Ja. Eerste overwinning in Formule E, voor Mercedes ook. En de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus ja, het was een heel speciaal moment voor mij uiteindelijk. Want dagen zoals deze komen niet altijd langs. Plaats jij dat helemaal bovenaan in je carrière? Of zeg je, er zijn nog andere highlights die ik er nog net iets boven zet? Moeilijk te zeggen als het helemaal bovenaan staat. Denk, een kampioenschap in is nog altijd iets die ook heel speciaal is natuurlijk. Het was toch wel een speciaal moment voor mij na alles wat er gebeurd was in de Formule 1 ervoor om na een paar jaar tijd uiteindelijk weer in een positie te kunnen zitten om wedstrijden te winnen. Heb je daar even aan gedacht? Niet in dit moment, maar ik wou zeggen, de eerste uren na die Grand Prix winst van, godverdomme, sorry dat ik vloek. ik heb het toch even nog eens laten zien. Zeker, ja. Want uiteindelijk, in de Formule 1 had ik niet het materiaal om het te kunnen doen. En het was een gevoel dat ik bijna vergeten was van hoe voelt het om een overwinning te kunnen hebben. Dus het was toch een heel speciaal moment voor mij. Heb je het gevoel gehad dat het ook belangrijk was naar buitenwereld, naar media, naar belangrijke figuren in de autosport die iets te zeggen hebben, dat dit nog eens gebeurd is? Zeker en vast. En uiteindelijk, de mensen herinneren zich meestal maar de laatste wedstrijd. Het gezegde van, je bent maar zo goed als... Als uw laatste wedstrijd. Het was zeker belangrijk om dat terug te kunnen tonen van... ik ben nog altijd die rijder zoals voordien en die kan winnen. Ja. Ja, want inderdaad, zoals je zegt... overwinningen tellen, hè. Je had ook wel wat podiumplaatsen gereden. Er was veel regelmaat in jouw prestaties op zich. Maar goed,
podiumplaatsen, als we daar over 5 jaar over gaan spreken, dat is niemand die daar nog aan denkt. Nee, inderdaad. Het zijn de overwinningen die tellen uiteindelijk en ja, die de doorslag geven ja. op het einde. Wat gebeurde er met die champagnefles achteraf? Ja, dat was niet mijn beste moment. Ja, had je dat nogal gedaan of was dat de eerste keer? Ja, nee, dat ik had het nogal gedaan, maar het kwam... Kan niet altijd lukken niet natuurlijk. Goed, maar ik had het zelf nog nooit gezien, dus wat doe je precies om die... Dus moet je de kurk er al afdoen? Nee, je moet... De kurk is er al af, maar dan moet hem eigenlijk... volledig recht op de grond kunnen zetten. En hij stond niet 100% recht. Hij was niet 100% recht. Want dan spuit het er langs alle. Ja, ja. En ploegman Nick, die deed het wel goed. Dus dat heb je achteraf moeten horen, vermoed ik. Ja, ja. Ik heb ook altijd de indruk in die autosport, laten we zeggen, in tegenstelling tot de voetbal, om nu maar iets te noemen, dat je ook ultra-professioneel moet gedragen. Elke minuut van het jaar. Dat hangt daar rond. Ja, op de een of andere manier. Ja, ik denk dat je hebt een responsabiliteit ten opzichte van een constructeur. En in dit geval Mercedes. Ja, maar je zou denken, voetballers hebben dat ook ten opzichte van. En toch zie je daar ook van alles opduiken, dat je denkt van, ja jongens. Ja, ik denk dat een beetje de cultuur is uiteindelijk. Ja, ik wil er niemand voor de borst stoten, maar moet je per definitie ook, en laten we daar dan niks van, het gaat nu even niet meer over voetbal, moet je niet per definitie ook een slimme mens zijn om gewoon aan al die data vanuit te kunnen en dat overleg, talen te spreken? Ja, zeker, want je moet min of meer zelf wat ingenieur zijn om al die dingen te kunnen verwerken uiteindelijk. Er zijn zodanig veel dingen waaraan we bezig zijn in de auto, samen met het team ook. Als je naar data kijkt, dan moet je... Je moet weten waarover je spreekt. Ja, je moet weten waarover dat je spreekt uiteindelijk. Ja. Nog 2 foto's, Stoffel. Ja. We gaan hier het uurtje net ronden. Lewis. Ja, en daar was jij bij. Ja. Hoe cool is dat? Een heel, heel unieke ervaring natuurlijk. Ik denk dat er veel mensen zich nog niet realiseren welke prestaties dat Lewis uiteindelijk blijft tonen. Uiteindelijk weekend na weekend, jaar na jaar. Natuurlijk super verdiend als je ziet wat hij allemaal gepresteerd heeft. Bijna alle records verbroken. Nu op hetzelfde niveau als Michael Schumacher ten opzichte van wereldtitels. Ja. En ja, ik denk dat... dat er nog meer komt. Ja, ik denk het ook. Als je zijn reactie hebt gehoord. Moeten we zeggen, op basis van de cijfers, hij is de allergrootste? Meeste Grand Prix in het minste aantal wedstrijden? Ja, op basis van cijfers, zeker en vast. Er zal altijd een argument zijn van mensen in de tijd, Senna en weet ik veel, waren beter. Waren legendarischer op de een of andere manier, ja. Maar ik denk dat de mensen gewoon moeten appreciëren hoe goed dat Lewis zelf is en ik denk dat hij niet genoeg credit soms ervoor krijgt. Ja, vaak is het zo, op het pas moment wanneer zelf. Je gestopt bent, dat men de grootsheid van de carrière kan inschatten. Hè? Ja. Ja. Hoe wordt een titel gevierd in coronatijden? Hoe hevig is het feestje dan? Niet speciaals, nee. Nee. Er was niet speciaals. Uiteindelijk bij Mercedes is het bijna business as usual om de Grand Prix te winnen. Natuurlijk een heel speciaal moment dat Lewis 7 voor zijn 7e wereldtitel in. En je voelt wel dat iedereen daar naartoe leeft uiteindelijk. Maar, worden jullie dan nog, ik weet niet of het nog bestaat, maar worden jullie dan achteraf nog even samengeroepen in de hospitality? Want er is waarschijnlijk geen hospitality nu met corona. We hebben onze hospitality, maar dat is enkele team. Uiteindelijk, na de race, dus het is niet dat er nog een moment gekomen is waarop Lewis dan... Je komt wel samen met het team, teamfoto en dit en dat, en wat champagneflessen en dit en dat. En Lewis spreekt de troepen nog even toe. Die wordt leeggespot, maar dat is 5 minuten en dan direct debrief van de wedstrijd. Nog debrief, na het kampioenschap? Ja, na de wedstrijd. Allee, en waar is dat goed voor? Informatie geven over de wedstrijd, om de auto te kunnen developen, om te leren van wat er... Met andere woorden, dus dat doet Lewis Hamilton standaard, hè, doet nog wel waarschijnlijk de persconferentie en dan volgt de debrief. Dus echt in het moment
savoureren, zoals dat dan heet, van een titel of van een overwinning is zeer moeilijk in de autosport. Ja, het is heel moeilijk. Ja. En ja, nu tijdens deze periode met corona kun je niet echt feesten uiteindelijk. Nee. Of dat vieren uiteindelijk. Dus ik weet niet exact wat hij daarna gedaan heeft, maar denk niet specifiek. Hoe goed ken jij hem? Ik zou niet zeggen goed. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die Lewis goed kennen uiteindelijk. Oké, ik zie Lewis ieder weekend en we spreken wel af en toe met elkaar, maar ik zou niet zeggen dat we een supergoede relatie hebben of zo. Ja, het is gewoon een soort professionele relatie. En daar is ook niks mis mee, denk ik. Nee, nee. Je hoeft niet met iedereen beste vrienden te zijn. Nee, tuurlijk. En is het ook per definitie gewoon moeilijk om dat met hem te doen? Want ja, is hij moeilijk grijpbaar, omdat iedereen wel iets van hem wil? Ja, het is moeilijk om het moment te kunnen kiezen een beetje waar je met hem kunt praten. En ik laat dus gewoon meestal naar mijzelf komen. Want als hij wil praten, dan praat hem. En als hij niet wil, dan wil hij hem niet. Ja, hij zit voorlopig nog niet in de WhatsApp-groep. Hij woont hier ook niet waarschijnlijk. Waar plaats jij zijn zevende wereldtitel in het rijtje van die anderen? Oef. Was dit een makkelijke? Was dit, weet ik veel, een moeilijke? Misschien een van de gemakkelijkere, maar het is nooit gemakkelijk om een wereldtitel te winnen. Nee. Hoe gemakkelijk dat er ook uitziet. Ik denk dat zijn prestaties gewoon super waren en dat het er gemakkelijk uitziet. Maar het is zeker niet gemakkelijk. Vergelijk Bottas en Hamilton is met elkaar als mens, als persoon, wie ze zijn? Helemaal anders. Ik heb een bijna meer persoonlijke relatie met Valtteri uiteindelijk. Die woont hier ook en we fietsen veel met elkaar. Is eigenlijk per definitie ook vrij logisch, denk ik. Ja, ik kan me voorstellen, ook al rijdt hij Formule 1 en zal hij ook bijzonder veel gevraagd zijn, maar een Bottas lijkt mij nog wel bereikbaar. Ja, terwijl Hamilton, hoe moet je die heel bereikbaar is natuurlijk een Finn, dus hij praat niet altijd heel veel, maar is wat meer toegankelijker. Ja, en heeft een vriendin die koerst. Ja. Hij is, ik geloof, naar de Waalse Pijl komen kijken. Ja, hij was in België. Hij zei tegen mij dat hij in België was. Ik was daar een commentaar te geven en hij stond net voor de streep. Het was fijn om te zien. Je hebt, zoals we al een paar keer gezegd hebben, ontzettend veel uren in de simulator gesleten. Testwerk ook voor hen gedaan. Ja. Zeg jij, die titel is, ook al is het maar voor een mini-procentje, die titel is ook een beetje mijn werk? Zo, denk als sportman voelt dat niet echt zo aan, zolang dat je het zelf niet echt gedaan hebt uiteindelijk. Oké, het team zegt dat wel tegen mij dat ik er ook credit moet van nemen uiteindelijk, omdat ik hen geholpen heb met het simulatorwerk en de ontwikkeling van de auto, maar voor mij persoonlijk voelt dat zo niet echt aan. Ja, maar dat schouderklopje is er dan wel af en toe. Ja, ja. Ook van de piloten? Nee, niet specifiek. Nee. Ja, maar dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Ja. We hebben nog één foto te gaan. Laatste. Ja, laatste. Ja. Fernando. Je had die als ook als eerste kunnen trekken, natuurlijk. Hè. Hoor je deze man nog? Niet zo heel veel meer. Af en toe wel, natuurlijk. Ja, af en toe als in op een Grand Prix of eerder buiten Grand een Grand Prix? Of meestal op de Grand Prix op het circuit. Ja. Er valt veel over te zeggen en er is ook al veel over gezegd natuurlijk. Je hebt ooit gezegd, ik heb nooit echt problemen met hem gehad, maar hij kreeg altijd wat hij wou. Ik leid daaruit af, wij hadden ook, net zoals je zegt bij Hamilton, een professionele relatie, maar daarbuiten niks meer. Ja, min of meer hetzelfde. Ja. Verwijt je deze man iets? Of heeft hij ook maar gewoon het spel gespeeld zoals hij het moest spelen? Ja, nee, ik verwijt hem totaal niets. Hij zat gewoon in een goede positie binnen het team. Hij had 2-3 mensen die alles goed managen voor hem uiteindelijk. En zoals ik zei, hij was niet altijd 100% het probleem. Ik denk dat ook. Veel problemen van het team kwamen. Dat de management stond niet op punt op dat moment. De politieke situatie binnen het team was niet goed. Dus van dingen. Jij zou hetzelfde gereageerd hebben zoals hij deed in die positie? Waarschijnlijk wel, ja. Ja.
Maar je zegt, het team had niet alles op een rijtje, dus dan is dat dag en nacht verschil met hoe Mercedes op dit moment werkt? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Als in, nu wordt alles gedeeld met elkaar, wij weten alles van elkaar, het is een team of ja, ik... Ja, bij Mercedes is... de mentaliteit is vooral helemaal anders. Het is een no-blame culture bij Mercedes. Dus als er fouten gemaakt worden, alles wordt gedeeld. Mensen zijn niet bang om fouten te maken uiteindelijk, want dat is iets menselijk, dat gebeurt gewoon. En je wil eruit leren. En je wil eruit leren. En ik denk dat dat ook de sterkte is van dat team, is dat ja, er zijn fouten gemaakt en de directe volgende target is dan oké, hoe maken we het beter? Is het ondertussen helemaal veranderd bij McLaren, denk je? Ja, er is enorm veel veranderd. Ja, het management is natuurlijk veel veranderd. Vele dingen zijn verbeterd natuurlijk. Ik denk, ze zijn nog altijd niet 100% op punt, maar de situatie is wel helemaal anders nu, ja. Wat heb je van die man geleerd? Heb je er iets van geleerd? Ja, relatief veel, maar vooral dan op het sportieve vlak van hoe een weekend wordt samengesteld en ja, meer op technisch aspect zou ik zeggen. Ja. Zie jij jezelf ooit nog met hem in een wagen? Ik zeg maar iets, in een bijvoorbeeld 24 uur van Le Mans? Zeg nooit, dat kan natuurlijk gebeuren. Jullie kunnen nog door de deur. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Fernando Alonso. Waar plaats je hem in het rijtje van autocoureurs? Heel hoog. Ik denk dat hij zeker een van de grootste talenten is. Ik denk het natuurlijke talent dat hij heeft is heel, heel indrukwekkend. Maar ja, dus het is niet enkel dat. Het is ook hoe manage je alle dingen er rond uiteindelijk. En misschien niet altijd, hij heeft misschien niet altijd de goede keuzes gemaakt van teams. Die hij kon voor gaan rijden in de Formule 1. En ja, misschien had hij heel veel meer wereldkampioenschappen kunnen winnen. Ja, je hebt net gezegd, bij McLaren was toen ook politiek binnen management niet alles op punt. En dat is ook een van de uitspraken die ik nog genoteerd had. Je zei, ja, op dit moment, Formule E, Le Mans, die uithoudingsraces, daar kom je echt om aan racen te doen. Formule 1 is politiek en zolang het politiek is, interesseert het mij niet echt. Dat blijft zo. Ja, het blijft op zich ja, een beetje wel uiteindelijk. Ik bedoel, Formule E en Le Mans blijven wat meer simpelere dingen. Het draait allemaal om het racen uiteindelijk. Ja, de belangen zijn net iets minder groot. Ja, de belangen zijn minder groot dan dat ze in de Formule 1 zijn. Ja. Er komt veel meer geld bij kijken uiteindelijk. Ja. Met andere woorden, Formule 1 zonder politiek en... Mensen gaan nu denken, ja, tja, zitten daar nu politici? Dat is het niet, maar ja, connecties en hoe zijn de verhoudingen natuurlijk, dat kan niet zonder elkaar. Dat zal altijd zo blijven. Nee, dat zal altijd zo blijven. Ja, en Formule E komt misschien ook zo, hè, in de toekomst. Dan hangt ervan af hoe belangrijk het kampioenschap wordt, welke constructeurs er beginnen aan mee te doen. Ja, je kunt er nooit onderuit. Dit maakt altijd deel uit van de sport. Ja. We gaan bijna afronden. Hoe hard moet jij je woorden wikken en wegen? Hoe bedoel je? Gewoon ja, als er bepaalde vragen komen. Ik vraag me dat af, omdat ik daarnet ook zei, het is een ultra-professioneel wereldje waarin je moet opletten welke uitspraken je doet. Hoe hard moet je daarop letten? Dat valt relatief mee. Ik denk, bij Mercedes uiteindelijk hebben we relatief veel vrijheid ten opzichte van wat dat we kunnen zeggen. Natuurlijk zijn er altijd onderwerpen waar je moet mee oppassen en die wat tricky zijn, maar... Ik heb relatief vrijheid uiteindelijk. Ben je daar goed in woorden, wikken en wegen? Word je daar ook beter en beter in naarmate de jaren? Ja, je leert dat wel over de jaren heen natuurlijk. Ja, het is niet dat ik nu het gevoel heb dat je niet wat bloot. Nee, daar niet van, maar gewoon, het maakt wel denk ik deel uit van autosport, woorden, wikken en wegen. Ja, het maakt er zeker deel uit. En ja, toen, in het begin, toen ik young driver was bij McLaren, kreeg ik al veel mediatraining om ja, bepaalde vragen te kunnen beantwoorden en zo. En... Echt waar? Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat leren ze jou dan aan in zo'n mediatraining? Als je moeilijke vragen krijgt, van hoe dat je de vraag kunt omleiden en zo. Ja. Allemaal zo'n dingen uiteindelijk die voor hun belangrijk waren. Ja. Hoe omzeil je een moeilijke vraag?
Misschien kan je mij nog iets bijleren? Door over iets volledig anders beginnen te praten. Ja, over de klokken bijvoorbeeld, de klok, die nu aan het luiden zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Het is allemaal omgedraaid. Het was heel fijn dat ik tot hier mocht komen voor een gesprek. Geen probleem. Moet nog weg, hè? Ik vertrek deze middag terug naar Duitsland, ja. Ja. En wanneer ben je de volgende keer hier terug? Ik denk na Kerstmis. Dus eerst nog wat de familie gaan bezoeken in België en dan na Kerstmis kom ik terug naar hier. Ja. En dus in tussentijd ben jij dan vooral in Duitsland? Nee, Duitsland, Valencia, Bahrein, Abu Dhabi en Saudi. Hallo. Ja. Het leven van Stoffel van Doornen, zoals het is. Super bedankt, man. Geen probleem, dank u wel. Het allerbeste volgend jaar.